Het grootste nieuws van vandaag, 4 februari, donderdag 2021, is het feit dat uh, de procureur-generaal Roy Bainat Pandey vanmorgen in de zitting uh, geëist heeft 12 jaar gevangenschap. Voor Boefie Boefdraad, de heer zogenaamd Hoefdraad, de verdachte. Tegelijk heeft deze man ook gevraagd uh, uh, wat gevangenneming van Boefie Boefdraad. U weet dat de man nog steeds uh, voortvluchtig is. I'm a fugitive, Een man law, doc, en zo en zo. Zijn advocaten. Weet uh, donders goed waar die man is, maar uh, zoals ik al eerder stelde, hij uh, wordt uh, 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 beschermd door die advocaten en die advocaten beschermen zich weer achter uh, de eer van hun advocatenwerk, weet je wel? <laughs> dat mocht niet beletten dat APG poten eis tranger op tafel. En die eis is ook mede tot stand gekomen door een goede medewerking van uh, Ashwina Adin, die in die tijd de vice-president was van Suriname. Adin. Die reeds kennis had gemaakt met de gevangenis voor een kleine zeven dagen. U weet dat geval van een, zeg maar, een vier weken geleden. Daar gaan we met kort een kort, kleine straf om te wijzen. Van luister, nou, wij kunnen ook de vice-president, ex-vice-president, opsluiten. Nou, dat. ...heeft Adin... ...doen fluiten als een... een toit en een picolette... ...tegelijk man Adin... ...vrooit die. En Adin heeft gezegd... ...en uh, uh, luister... ...het is een, het is een verklaring... ...een uh, hoefdraad... ...heeft... Uh, ...die panden... ...het onroerend goed... ...heeft hij ...verkocht... ...en het geld geëend... ...in... Juni, de laatste dagen van juni 2019. Uh, en toen was de missie nog niet geslagen door, door de Raad van Ministers. Dat gebeurde pas rond de helft van november. En uh, ik wist niet dat de Centrale Bank dat geld zou uitbetalen. Aan hoefdraad zonder een missieve. <laughs> Beste vrienden, wat is een missieven? Een missieven is een officiële, uh, een officiële goedkeuring van de hoogste instantie. In dit geval praten we over de Raad van Ministers. Ja, maar er stinkt nog meer: want in de bankwet staat dat de Centrale Bank van Suriname.

de ministerraad niet vrij uitgaat onder leiding van Adin, waar de ministerraad heeft door zo'n massieve, zo'n goedkeuring, eh, om het goed van de stad te verkopen, heeft de ministerraad eigenlijk de bankwet naast zich neergelegd. En waarom? Omdat Suriname helemaal failliet was, bankroet, money bende, en dat geldt, eh, 377 miljoen uh, miljoen SRD, als ik me niet vergis, mag me niet vergissen. 377 miljoen eh, is gebruikt om monetair te financieren dat was zaken landen kon. Dat ben klaar, niet De man komt bij, bij alle soort manga en dingen gedaan en bleet. Maar boefi is daar voorkomen eh, in de toekomst. Gemasseerd, aan mijn zakken naar de toekomst, ja! Want aan mijn doen wat niet mag en die consequenties die is er nu. Nu vragen we ons af: leren nog. RVM, na kwam achteraf, dus hè... achteraf, a maar, ach, aan mijn Naki, maar aan mijn Naki, RVM, even morgen hey voor de ministers en president Schrevi in die tijd was er burger Bouta heb een man nog niet toestemming en een man nog sapzijza en u weet, in de regering van Desiree de Lano Bouta een jaartje geleden gebeurde niks zonder het weten van uh, Desi. Zonder de goedkeuring van de president. Je bent Taïgoukba, in Boefi's pardon, gaan er een aantal uh, andere dingen gaan ook rollen en zo. Hè? En dit is er een van, beste vrienden. Dat ding stinkt en dit is nog alleen maar dat enige geval over die panden die verkocht zijn, waarbij de bankwet is overtreden. En de regering monetair is gaan financieren en allerlei andere dingen heeft betaald enzovoort. Uh, beste vrienden, moro e doro. Want over die zelf, dat komt een heel ander ding. Als dat nog takete. A, A kasserreserve, Toru, is nog niet aan de orde gekomen. Uh, want trazant ben dit is Surinamse Post, spaarbank. He, ...SPSB... ...en Cromosuto... Eh, ...waar Cromosuto ook... ...hand- en spandiensten verricht heeft... ...voor eh, boefie boefdraad... ...en... Eh, ...vertrekt ook weer... ...en sprake komt in die hele toriën... ...beste vrienden, het is een grote rotzooi! Tim Tegi, voor mijn lijf... ...mig en de maag... ...en Sanjers... ...want pinge, Mi pot mi brede ya, ja. mi pot mi kasi ya. Alata, alata, alata. <laughs> alata waka 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 de frita, de freta, heer de frita. A bodem serefa, a, 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 staatskas. Beste vrienden, moratori de. Dus even een lop bon. Boevi ou eindig nou een optelsom voor bijna 25 jaar. Maar belangrijk voor je thuis, dat je de mensen laat zien. Je de mensen Want wij hebben daarmee te maken, weet je dat? Dat zijn iets van al die mensen toch? Pechamonico? Pechamonico? Je hebt daarom niet van de andere pande, de man verspreidt man, goal, alles wat zee. Want man vroeg Holad ben de bij. Je hebt toch nog. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Eerder zei ik u, als een van de stenen van het domino het spel valt, en vallen ze allemaal. En daarmee zeg ik uh, tegen u vanavond: Jerena, blijf alsjeblieft denken. Neem niets aan voor zomaar. Nee, mijn, mijn, het, 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 het gebeurde al die tijd zo, dus daar is het goed. Nee, je moet gaan denken. En wij samen moeten de toekomst bepalen voor onze kinderen van wie we in het land geleend hebben. En dat betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben om alle boeven op te sluiten. En met name om de gelden terug te halen. Als die terug te halen zijn. Follow the money. Follow the money. Beste vrienden. <laughs>